Het uiten van dankbaarheid blijkt een metastrategie te zijn voor floreren. De vraag is eigenlijk, waar is het uiten van dankbaarheid niet goed voor? Nou, waar het in ieder geval wel goed voor is, is dat het ons veerkrachtiger maakt als het even tegen zit. Stress lijkt van ons af te glijden en we zijn gewoon minder vaak ziek. Een oefening die uiterst krachtig is, is elke dag opschrijven waar je dankbaar voor bent. Waar ben jij elke dag dankbaar voor? Heel veel succes!